In 2010 gaf Nederland 12% uit, bruto binnenlands product, aan gezondheidszorg. En u ziet hier op het lijstje dat we behoorlijk hoog staan in het rijtje. In 2011 gaven 90 miljard uit aan de gezondheidszorg. Nou, u ziet dat dat behoorlijk gestegen is in de loop van de tijd. Met andere woorden, het moet anders. Een zorgbestuurder zei ooit eens, geef de zorg terug aan de maatschappij. En die transitie, daar zitten we nu op dit moment middenin. Nou, we hebben wat nieuws, scheiden van wonen en zorg. Die moet u goed onthouden, want die is voor u van groot belang. Met andere woorden, de zorg wordt wel vergoed. Dus mensen krijgen wel een zorgcomponent, maar het wooncomponent niet. Dat is dus eigenlijk een versnelde invoering van het scheiden van wonen en zorg. We eisen ook eigen regie. Want ik weet zeker, iedereen die hier zit, zou u het tolereren om in een soort blokkendoos te gaan wonen, waar iedereen op dezelfde manier woont, met dezelfde behang, met hetzelfde minuutje, met dezelfde dagindeling. Zou u dat pikken zoals u hier zit? Niet iedereen die oud is, is per definitie kwetsbaar. En dit is een uitspraak die ik van de Ouderenbond zelf gehoord heb aan tafel in de Tweede Kamer. Mensen gaan zelf bepalen waar ze gaan wonen en met wie. Mensen gaan huur betalen en een bedrag wat redelijk is voor de oppervlakte. Huurcontract en een zorgcontract. Dus we krijgen twee soorten contracten. Iedereen mag een ruimte verhuren. Bouw en zorg. Ik vind het echt magnifiek dat jullie deze dag hebben. Van aanbod naar vraag. Ken je markt. Er gaat heel veel veranderen. Lean en mean organiseren. Waarom moeten we 8 jaar wachten of soms 10 jaar wachten voor de bouw van een ziekenhuis of van een zorginstelling? Ondernemerschap. Wat is mogelijk voor deze prijs? Zelf betalen betekent ook meebepalen. Samenwerking tussen aanbieders, zorgverleners en gebruikers. Dat is de toekomst. Van standaard naar op maat. Van elkaar leren, werd in het filmpje ook gezegd. Ketensamenwerking met gebruikers van gebouwen. En die ketensamenwerking is echt een cultuuromslag volgens mij. Niet alleen voor de bouw of voor architecten, maar ook voor de mensen in de zorg. Laten we eens met de bewoners om tafel gaan. Laten we eens vragen hoe ze het zien. Ook hier dezelfde transitie van afstand naar nabijheid. Dicht bij de klant en dicht bij de gebruiker. Ziet u kansen? Ik ben er bijna aan het eind van mijn presentatie. Behoefte aan aanpasbare, waardevaste en duurzame zorggebouwen. Het begint met vertrouwen in elkaar. Vertrouwen in aannemers. Vertrouwen in bouw. Vertrouwen in zorgbestuurders. Vertrouwen in mensen die het werk doen aan het bed. Nee, met elkaar. Lange tijd. Verder kijken dan dat. Dus niet alleen kijken naar de bouw, maar ook naar het onderhoud. Je gaat een samenwerking aan. Dus eigenlijk begint het allemaal bij u. En lef, dat begint met ons allemaal. En dat is niet wijzen naar een ander, maar vooral naar jezelf. We zien jullie graag over een half uur weer terug in deze zaal. Tot straks. Mijn vader was na een lange klim directeur geworden bij Durabouw, de voorloper van de gastheer van deze middag, Dura Vermeer. Betrokkenheid bij de bouwwereld kreeg ik zo met de paplepel ingegoten. En toen D66 onlangs met een aantal andere partijen van het woonakkoord dat akkoord sloot, heb ik nog wel even aan mijn vader gedacht. Hij had het vast mooi gevonden. Ik denk dat hij echt trots was geweest als hij gisteren de nieuwe jaarcijfers van Dura had gezien, Job. Want dat jullie in de zwarte cijfers eindigen in zo'n periode, ik denk dat hij daar echt heel trots op was geweest. Nederland moet hervormen. Hervormen is inspelen op transities, op veranderingen in de samenlevingen, in het dagelijks leven van de mensen. Maar ook op veranderingen binnen onze eigen landsgrenzen, op ons continent en in de verhoudingen in de wereld. Hervormen niet als doel op zich, maar als het ticket voor een betere toekomst. Maar voor een land als Nederland, klein in omvang, groot in export, liggen de kansen juist in het voortdurend inspelen op veranderingen in de wereld. Survival of the fittest. Toch is er opvallend veel eensgezindheid over het uiteindelijk doel. Zoals in de jaren 90 iedereen het erover eens was dat het wegwerken van wachtlijsten in de zorg topprioriteit had, zo wordt het belangrijkste doel nu ook breed onderschreven. Bereikbare en betaalbare zorg voor wie dat echt nodig heeft. En tegelijkertijd de zorgkosten beheren.
Een huishouden betaalt nu gemiddeld 11.000 euro per jaar aan zorg, deels via premies, maar vooral, en dat vergeten we vaak, via het loonstrookje en belastingen. De woningmarkt verkeert al lange tijd in grote problemen. Het ideaal, een betaalbaar huis voor iedereen bereikbaar, is achter donkere wolken verdwenen. Behoeftes van mensen veranderen, maar de woningmarkt verandert niet mee. Van transitie is geen sprake. En de bouw ligt nagenoeg stil. Investeringen worden op de lange termijn geschoven. Dalende hurenprijzen houden mensen gevangen in hun huis. De hypotheekschuld van alle Nederlanders bij elkaar bedraagt een duizelingwekkende 650 miljard euro. En toch slaagde de politiek er keer op keer in de hervorming van de woningmarkt taboe te verklaren. Uiteindelijk hebben we ons daarom de vraag gesteld: stemmen we alles weg, omdat we het niet overal mee eens zijn, of proberen we de zaken in een zo goed mogelijke richting met dit akkoord te veranderen? En wij hebben voor dat laatste gekozen. Meer kansen op de koopmarkt voor starters en de ZZP'ers. Meer doorstroming door het aanpakken van scheefwonen. Lagere sociale huurstijgingen. De privacy van huurders beter beschermd. Ook geeft het woonakkoord een impuls aan de bouw. Met het verlagen en langzamer laten oplopen van de verhuurdersheffing krijgen corporaties de kans te blijven investeren en bestaande en nieuwe woonprojecten uit te voeren. Het woonakkoord was een hervorming en daarmee een politieke doorbraak. Los van het belang van de inhoud stond voor mij centraal duidelijkheid, zekerheid en herstel van vertrouwen. De meeste ouderen hebben nu heel andere behoeftes. Niet meer met z'n allen in een grote flat ver van de stad, maar kleinschalig. Lekker om de hoek, bij de bakker en Albert Heijn. En die transitie vraagt om nieuwe woonvormen, nieuwe bouwprojecten. Maar vooral om een omslag in denken. Bij bouwers, bij bestuurders en bij politici. Waarom wil iedere stad studentenstad zijn? Kenniscentrum, toeristische trekpleister? Waarom heeft geen enkele stad het lef om te zeggen: iedereen is welkom, maar wij excelleren in het aanbod voor ouderen? In een tijd waarin groeimarkten schaars zijn, vormt de 65-plusser een grote uitzondering. Aan die transitie valt voor bouwers en bestuurders nog veel te verdienen. Dames en heren, de bouw wordt wel de motor van de economie genoemd. In de bouw is het hard werken, zo heb ik geleerd. In aanloop naar de troonswisseling aan het eind van de maand, op 30 april, stroomt vele aderen weer het blauwe bloed. Maar willen we echt uit de crisis komen, dan is dit land niet gebaat bij blauw bloed, maar bij bouwbloed.